problemen, maar de oplossing van al uw problemen is en blijft alcohol. Help, jawel, dames en heren. We zijn hier op de finale van Oostbeste Rockconcours. Kunt u iets meer vertellen over wat Oostbeste Rockconcours precies inhoudt? Dat is eigenlijk een muziekconcours voor jonge bands. Om die een duwtje in de rug te geven eigenlijk. Zeker voor de finalisten die hier nu staan. Dat is al een hele eer dat ze hier op het podium van De Vooruit mogen staan. En de winnaar gaat met een mooi prijspakketje naar huis en redelijk wat media-aandacht. Het is eigenlijk vooral om nieuw talent een kans te geven. Ja. Goedemiddag. Je hebt juist opgetreden met Vermillion. De eerste indruk van het optreden? Ik vond het vrij goed, ja. Ik ben vrij content. Het is wel wijs natuurlijk om in de vooruit te staan. Dat is een unicum, nog nooit gedaan zoiets. Dus, het is wel tof. Zeker met zo'n muziek. Hè. Jullie hebben juist opgetreden, hoe was het? Veel te snel voorbij eigenlijk. Het was superleuk, maar voordat je het weet is het gedaan. Hè. Dus dat is wel jammer, want er veel langer nog wel een speel natuurlijk. En de vooruit is ook het is wel een beetje speciaal voor ons. Allee, we zijn van Gent ook en dat is ook zowel dezelfde dag als muzikant wel zeker een keer wilt gestaan hebben. Dus, En hadden jullie ooit al in zo'n grote zaal gespeeld? Nee, denk ik niet. Ja, dat de eerste keer was. Maar het smaakt naar meer. Ja. Maar wel nog eens doen. De verwachtingen voor vandaag? Ja, we gaan ervoor gaan. Hè. We gaan ons amuseren. Hè. Dat is het voornaamste, denk ik. Geen zenuw? Dat valt mee. Gezonde zenuwen. Denk ik. Hè? Waar gaat de jury vandaag vooral op letten? Wel, we hebben een bundel opgesteld met een aantal criteria. Dat zijn heel verschillende criteria. Dat gaat zowel over wat is de uitstraling, maar ook hoe zit de techniek, hoe zit de opbouw in elkaar van de optredens. Het is eigenlijk een breed spectrum waarop dat wij, waarop dat de jury bekijkt eigenlijk welke criteria zijn er en hoe komt die band eruit. Ja, voilà. Het is niet zomaar van wie is de beste, maar het wordt echt wel grondig bekeken. Dus er komt ook wel een beetje stress bij kijken bij het jury. Dat valt best mee hoor. We hebben een heel fijne jury. 6 mensen die echt weten waarover dat ze praten. En het is een relaxte sfeer, dus het komt zeker in orde. Ze zullen dat doen naar eer en geweten. I don't wanna feature,